Het is vrijdag en het weekend is weer begonnen. Vandaag komt mijn oom eventjes langs. Mijn oom past altijd op de kat als wij op vakantie zijn. Hij vindt het altijd wel leuk om naar voren eventjes te komen. Hij wilde ook Niels graag weer eventjes zien. Dus dat is heel gezellig. Dus die komt rond een uurtje of 11. En mijn beste vriendinnetje is bevallen. Jee. Waarschijnlijk ga ik vandaag even op kraamvisite. Dus dat vind ik heel erg leuk. En ik wil gewoon even ook alles horen. Want ik krijg natuurlijk nu alleen maar even berichtjes. En ik ben gewoon heel benieuwd hoe het is gegaan en hoe ze zich voelt. En nou, het hele rattenplan. Dus dat zou heel leuk zijn. En dan verder van het weekend hebben we niet zoveel. Zeg ik dat goed? Ik ga zondag nog even naar een vriendinnetje toe. Verder hebben we volgens mij een redelijk rustig weekend. Ik wil wel alvast dus een beetje gaan beginnen met inpakken en alles. Omdat het dan rustiger naar naartoe werkt. Omdat ik het gewoon met werk en zo super druk heb. Ik ergens probeer zeg maar, dat het inpakken ook niet helemaal de hele tijd in mijn achterhoofd zit. Dus nou, dat soort dingen. Volgens mij niet zoveel. Ik weet het ook niet. Ik ga jullie in ieder geval weer meenemen. Ik ga nu even wasjes opvouwen die ik gisteren en eergisteren heb gedraaid. Normaal doe ik alles op zondag, maar dat was nu niet helemaal goed gekomen, dus nou, maakt niet uit. En ik heb net al even de badkamer schoongemaakt. Niels zit heel even achter kikkers, zodat ik even de badkamer kon schoonmaken. Dus die ga ik er nu lekker achter vandaan halen. En dan gaan we even samen wasjes opvouwen. Wat wil zeggen dat ik opvouw en Niels het allemaal weer uit de bak gooit. Maar dat maakt niet uit. We hebben de tijd. En zo even naar de Albert Heijn. Rustig aan. Ik vlog niet echt vandaag, want dit is de positie waarin ik mij bevind. Ik zit op de bank met de kleine spruit, want hij heeft ineens echt mega hoge koorts. Ik weet niet hoe hoog, maar hij is echt gloeiend heet. Echt heel zielig. We hebben buurman en buurman aanstaan. Dat is nog het enige waar hij om kan lachen. Papa en mama zijn even geweest, zodat ik even twee tellen iets anders kon. Ik kon natuurlijk geen kant op. En ik had aan Sven gevraagd of hij een beetje op tijd thuis wilde zijn. Maar die app dat er geen treinen rijden. Dus, nou ja. Ik weet niet wat hij heeft. Hij is echt gloeiend heet. Hij wil ook niet echt veel drinken. Helemaal niet eten. Dus, dit is een beetje de positie. Dus het wordt niet heel spectaculair vandaag. Maar goed. Het is ook alweer heel lekker om even zo... Een kleine mannetje die me altijd zo druk is, om die nu gewoon lekker tegen je aan te hebben. Het is wel jammer dat hij zich zo voelt natuurlijk. Hij is echt zo heet. Maar omdat hij zich echt zo ellendig voelde, dacht ik, ik ga hem ook maar even niet temperaturen. Dat komt zo eventjes. Nou, dat was het weer. Morgen hoop ik dat hij zich beter voelt, maar dat gaat vandaag niet meer gebeuren denk ik. Ik heb de make-up eraf gehaald. Niels is naar bed. Het is nu 7:15 of zo. We hebben voor het eerst. We hebben al 8 jaar ongeveer. Nou, iets minder dan 8 jaar relatie. En dit is voor de tweede keer dat wij bestellen. Dat zegt genoeg, denk ik. We bestellen eigenlijk nooit. We koken altijd zelf. En anders gaan we uit eten. Maar we hebben nu besteld. Iets met gyros. Niels heeft 39,7, dus die is echt niet blij. Wij gaan eten. Ik ben benieuwd. Dit is mijn friet speciaal. En ik heb hier nog gyros. En Sven heeft gewoon een grote patat gyros. En nu gaan we Stranger Things kijken. Gezellig op de bank. Of onder, naast de bank, voor de bank. Wij gaan op bed nog een afleveringetje kijken. En het afhalen, of tenminste afhalen, bezorgen was eens in de 8 jaar vinden we voldoende. En Sven. Maar het was lekker, maar het is nu weer leuk geweest. En dat is het ook denk ik voor vandaag. Ik hoop dat Niels morgen beter is en dat we wat leuks kunnen gaan doen. En anders niet, dan is het wat het is. Goedemorgen allemaal, het is zaterdag. Oh, Lisa. En we zijn weer wakker. En we hebben zowaar best wel aardig geslapen vannacht. Oh, moet niezen. Nou, de nies komt niet, maar ik zit wel met een traanoog.
Dus ze was om 6 uur wakker. En toen hebben we maar even bij ons nog in bed gelegd. En toen wilde hij bovenop mij liggen. En toen heeft hij nog geslapen. Naakte mensen in beeld. En hij heeft ook eetlust. Hij heeft nu twee sinaasappels op. Dat wilde hij graag. En hij zit nu een broodje te eten. Dus nou ja, we laten maar gewoon even eten waar hij zin in heeft. Want hij heeft gisteren nog niet gegeten. Maar hij is nog wel heel warm. Dus ik denk nog dat hij wel koorts heeft. Maar... Oh. Oké, okay, wil je nog meer? Ja. Oh, nou, we gaan nog een broodje maken. Ik ben weer terug van de sportschool. En Sven is even met Niels naar buiten. Want Niels wilde ineens naar buiten. Dus dat lijkt wel beter te gaan. Hij heeft nog wel koorts, maar echt niet meer zo hoog als gisteren. En ik ben nu ondertussen mijn benen aan het epileren. Dat doe ik eigenlijk alleen vlak voor vakantie. En dan doe ik het, zeg maar, dan begin ik een maand van tevoren. En dan doe ik het elke 2 weken. En dan heb ik, zeg maar, op de vakantie heb ik... en eigenlijk maanden daarna heb ik er eigenlijk geen omkijken meer naar. Maar dan doe ik het dus in een soort 3 etappes. Omdat je natuurlijk steeds... Ja, sommige uitjes zijn dan nog te kort. Of die zijn nog niet uit. Nou, dus, een soort theorie van mij. Dus ik heb nu 1 been gedaan. En ik begin altijd met rechts. En om een van de redenen is links altijd gevoeliger bij mij. Dus ik weet ook nooit... Het is altijd zo, dan ben je lekker bezig. En dan denk je, bij links krijg ik dan echt overal kipvel. Ja, het maakt verder niet uit. Het is geen pijn, maar het is meer dat ik zo'n rillingje van krijg. Dus dat ben ik nu aan het doen. Dus deze is nu gedaan. En nu is deze... Maar jij ziet het natuurlijk niet. Maar en ik heb nog steeds van onze avontuur van vorige week... Dus ja, dat ga ik even doen. Maar dat maakt een rotherrie, dus zal ik u niet meer vermoeien. En dan ga ik vandaag in ieder geval op kraanvisite. Oh, spannend. Leuk. En dan neem ik jullie niet mee, want dat, ja, dat doe ik maar even niet. En ik hoop dat we nog wat kunnen doen vandaag en dat ik jullie mee kan nemen. En volgens mij had ik laatst al gezegd, maar ik zag nu toevallig gisteren weer een opmerking over. En ik snap het heel goed... Dat je zegt van neem ons wat meer mee. Maar ja, in het weekend doe ik ook altijd veel met vriendinnetjes en familie en zo. Dan vind ik dat toch altijd een beetje lastig. En ik moet eerlijk zeggen dat ik het ook gewoon regelmatig vergeet. Maar jullie hebben helemaal gelijk. En op vakantie zo vergeet ik het minder vaak. Maar nou, die vakantievlogs die komen er bijna aan. Maar ik ga mijn best om het wat minder vaak te vergeten en je dat vaker mee te nemen. Er valt iets. Wij zitten te lunchen. En ondertussen heel romantisch te werken. Ik aan de site en Sven aan zijn gewone werk. Hij is weer ziek. En ondertussen aan het werk. Tot erbij. Hij is weer heel warm, wakker geworden. En ik zit ondertussen een filmpje te bewerken, maar hij wilde graag op schoot zitten. Dus ik zit ondertussen lekker te aaien. Maar wel mijn hoofdtelefoon nog op, want zo zat ik er net bij. Maar, nou, het arme ding. Is de situatie. Niels is nog steeds niet blij. We zijn wel even op kraamvisite geweest bij mijn beste vriendje. Dat was echt heel fijn. Eventjes kort. En mama past ons dus even op Niels. Want die ging me uiteraard niet meenemen. Maar we hebben niet het gevoel dat hij iets besmettelijks heeft. Dus ik durfde het wel aan. Daarbij heb ik het kindje niet vastgehouden. Het was natuurlijk echt nog... Ze is een paar dagen geleden bevallen. Dus ik dacht, weet je... Nog maar niet als in haar goed. De boodschappen zijn net bezorgd. Dus ik ben het nu even aan het inpakken. Hier ligt nog een restje. Frietjes zitten in de oven. Ik heb 2 filmpjes gemaakt en die zijn nu aan het exporteren. Eigenlijk eentje is al geëxporteerd, nu de volgende. Eventjes een beetje naar mijn lijstje voor vakantie gekeken. Daar ga ik ook nog wel even mee door. Met bedenken wat voor kleding en zo mee. Maar ja, dus niet zoveel gedaan vandaag. Want we kunnen niks, want hij is echt... Het leek wel beter te gaan, maar hij werd echt gloeiend heet weer wakker uit zijn slaapje. Dus... Ik weet niet wat hij heeft. Dat niet goed. Dus ja. Morgen ga ik even met een vriendinnetje een borreltje drinken. Het is middags. En ja, dit is dan het meest spectaculaire dit weekend. Dus we wilden eigenlijk morgen met Niels naar de
dierentuin, maar zoals het er nu naar uitziet, denk ik niet dat het hem gaat worden. Nou, Niels wil zowaar wat eten. Wij gaan ook lekker eten op de bank, want we willen dit zien. Goedemorgen, het is zondag en Niels en ik gaan even naar buiten. Hey. Eerst maar even zo, want zie ik niet. Ik neem jullie even mee. Niels is trouwens al niet helemaal opgeknapt, maar gisterochtend ging het goed en 's middags ging het dus weer echt heel slecht. Lijkt het ook, het gaat niet goed, maar het gaat oké. Okay. Dus we gaan toch maar even naar buiten, want hij wil graag even naar buiten zijn. Gaan we dan, hè? Nou, we zijn lekker buiten. Een beetje rondkrossen. Hij moet eigenlijk echt naar één wieltje, maar hij wil het niet. Ik heb het al een keer gedaan. Ging hij er niet meer op. Zal zijn vrouw op zijn slot denken. Zandam, Kussikum, Heuvel, Alkmaar, middag, Stokweg in de Zo, ik ben in Amsterdam. Ik loop nu naar Café Vrijdag, want eigenlijk even een drankje doen met een vriendinnetje. Niels is helaas nog steeds ziek, maar goed, dat hadden jullie waarschijnlijk al gezien. Ja, ik ga een drankje doen. Dat ik hier aan het boren ben. Ik ben op de trein aan het wachten. Ik ben weer in Utrecht. Ik heb mijn fiets uit de stalling halen. Ik heb alleen op een andere plek gezet dan normaal, dus ik hoop dat ik het nog kan vinden. Ik ben weer thuis en het gaat wel iets beter met de kleine meneer. Nog niet ultiem, hij voelt nog best wel warm, maar hij is in ieder geval wat vrolijker. Most of the time, ze zei dat hij wel wat strubbelingen heeft gehad. Maar ze zijn ook wel even lekker een fietstochtje gaan maken met z'n tweeën. En aan zich wel deze ravage te zien, heeft hij in ieder geval weer iets van, speelplezier in zich. Sven is lekker de pizza aan het maken en ik ga even een beetje opruimen voor de afwisseling. Ik heb eerst bananenbrood gemaakt. Maar dan doe ik dus altijd in die cupcake voor. Sven zit een beetje in zin, maar ze zijn heel mooi aan het reizen. Voor Sven een bakje koffie. En die ligt inmiddels lekker te slapen. Het huis is weer een soort van aan kant. Er liggen nog wat acties hier, maar ja, zo meteen Game of Thrones. Het is al 8:50. Oeps. Ik zie hem niet. Game of Thrones kijken. Mits ligt er echt erg bij. Intens. Een lichtje aan. Misschien dat jullie het dan kunnen zien. Kijk, Mits ligt er echt erg bij. Dus ik kijk me nu zo aan van, ik lach net lekker. Wij zijn lekker Game of Thrones aan het kijken, dus... wij zijn lekker Game of Thrones aan het kijken op bed. Het was niet een hele spectaculaire vlog, want omdat Niels ziek was, vielen onze plannen een beetje in duigen. Volgend weekend... ik ga vrijdagavond naar het Zwanenmeer met mijn moeder, vind ik heel leuk. En volgens mij hebben we verder niet heel veel dingen dat weekend. Het weekend erop wordt super druk en dan vier ik ook mijn verjaardag en zo. Dus dat wordt een leuk weekend. Ik had het eerlijk volgend weekend nog meer had, maar ik weet het niet meer. Maar het weekend erop hebben we in ieder geval dus mijn verjaardag. We hebben een buurtfeest en we hebben afscheidsfeest van een vriendinnetje. Wat naar Londen gaat verhuizen. En die ik vandaag ook zag. Dat wordt een druk weekend. Volgende week heb ik ook donderdagavond ga ik ook nog uit eten. Maar dan denk ik niet dat ik al vlog. Want dat is ook met collega's en zo. Dus ik neem jullie gewoon weer mee. Ik hoop dat Niels weer beter is. En dat we leuke dingen kunnen doen. Ik
Ik hoop dat jullie het toch weer leuk vonden om te zien. Ik wil jullie in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. Zoals altijd zie ik jullie heel graag volgende week weer. Doeg! Oh, voel zo bij een extra vlog. Doeg!